Welkom bij deze video. In deze video ga ik je laten zien hoe je Excel kan laten praten met macro's. Ik ben nu in mijn Excel meegeoefenbestand en ik klik op macro's. Allereerst krijg ik hier wat uitleg, maar ik ga direct door naar de volgende oefening. In deze oefening wil ik ervoor zorgen dat Excel deze tekst gaat uitspreken. En dat ga ik doen aan de hand van macro's. Ik doe allereerst eventjes een nieuw bestand laden, alsof ik nog helemaal niks in mijn Excel-sheet heb. Het allereerste wat je moet doen in Excel is het ontwikkelaarstabblad activeren. Dat doe ik door bovenaan te gaan naar één van deze tabbladen. Normaliter is het ontwikkelaarstabblad nog niet zichtbaar. Dus ik klik even bijvoorbeeld op beeld, dan klik hier met de rechte muisknop op en ik klik op het lint aanpassen. Vervolgens kom ik op dit scherm en aan de rechterkant zie ik dat ontwikkelaarstabblad al aangevinkt is. Grote kans, als je dit nog niet eerder hebt gedaan, dat dit uitgevinkt is. Maar dan mag je dit aanvinken en vervolgens klik je op OK. Nu heb ik een nieuwe tabje. En het tabje heet ontwikkelaarstabblad. En hier kan ik een nieuwe macro aanmaken. Een macro ga ik opnemen. Maar allereerst, wat is een macro? Een macro is om bepaalde handelingen in Excel te kunnen automatiseren. Doe je bijvoorbeeld een opmaak of bepaalde grafieken, formules, kolommen verwijderen, kolommen toevoegen. En wil je dat proces automatiseren, dan zou je ook de handelingen kunnen opnemen en vervolgens met een sneltoets of een knop dit weer kunnen afspelen. In dit geval starten we met het opnemen van de macro. En daarna ga ik je laten zien hoe we ook een macro kunnen aanpassen. Allereerst klik ik hier linksboven op macro opnemen en ik geef mijn macro een naam. Huidige datum en tijd. Ik kan mijn macro opslaan op drie verschillende plekken. Ik kan kiezen voor mijn huidige werkmap. Dan zit dit macro alleen maar in dit Excel sheet opgeslagen. Of in een nieuwe werkmap. Of ik kan ervoor kiezen dat die in alle bestanden beschikbaar is. En dan kies ik voor persoonlijke macro werkmap. In dit geval kies ik voor deze werkmap. En vervolgens klik ik op OK. Alles wat ik nu doe, wordt opgenomen door Excel. Alle handelingen die ik doe. Alle toetsaanslagen en alle muisklikken. Ik sta nu in A1 en ik ga hier een formule typen. Alle formules in Excel starten met een is gelijksteken en vervolgens typ ik nu. Haakje openen en haakje sluiten. Deze formule heeft geen argumenten nodig en vervolgens klik ik op enter en ik zie de huidige datum en tijd. Nu ben ik klaar met mijn macro en ga ik mijn macro stoppen. Dus ik klik rechtsboven op het ontwikkelaarstabblad en ik klik weer op stoppen. Nu kan ik deze macro ook weer activeren door weer naar het ontwikkelaarstabblad te gaan en bij macro's te klikken voor huidige datum en tijd. En nu klik ik op uitvoeren. We zien nu allerlei hekjes staan. Dit wil zeggen dat mijn kolombreedte niet breed genoeg is. Als ik mijn muis tussen de B en de C plaats en ik ga dubbelklikken, dan is mijn cel breed genoeg om het te kunnen weergeven. Maar mijn macro kan ik dus nu steeds met handelingen uitvoeren. Wat ik net niet had gedaan, was ook nog een sneltoets toevoegen. Maar dat kan ik alsnog doen. Ik ga naar het ontwikkelaarstabblad. Vervolgens klik ik op macro's. En rechts klik ik op opties. Sneltoets. In dit geval kies ik voor Shift A. Voor huidige datum en tijd. En vervolgens klik ik op sluiten. Vervolgens als ik de sneltoets gebruik, Ctrl-Shift-H. En ik maak hem weer breder. En dan zie je dat hij dus de handelingen uitvoert. Nu is dit een simpele formule en is het niet zo heel erg veel tijdsbesparend dan gewoon te typen is nu. Maar goed, in vervolgvideo's ga ik nog meer mogelijkheden laten zien van macro's. Dit is even een eerste stap. Om ze ook te kunnen laten zien hoe de code aan de achterkant van Excel eruit ziet. We gaan rechtsboven naar ontwikkelaars en vervolgens klik ik op Visual Basic. Nu zit ik eigenlijk aan de achterkant van Excel en ik klik hierop invoegen module.
en ik ga mijn code zoeken. Ik heb mijn code opgeslagen in mijn huidige Excel-sheet. Dus ik ga naar modules en naar module 1. En vervolgens zie ik daar sub, huidige datum en tijd. Dat is, sub staat voor subroutine. En vervolgens de naam van mijn macro, huidige datum en tijd. Vervolgens zie ik in VBA, Visual Basic for Applications, de tekst Active Cell, omdat ik in een actieve cel zat, punt. Formula R1, C1. R1 staat voor rij 1 en C1. Maak niet de vergissing dat dat staat voor A1, cel A1, want dit gaat puur om de formulebalk. En in onze cel hebben we de formule gebruikt, is now. En omdat ik op enter had gedrukt, verplaatste mijn cel naar A2 en komt er ook te staan alsof ik A2 heb geselecteerd, zoals range A2.select. Nou, nu ga ik zelf een macro typen en ik ga Excel laten praten. Typ hier sub. Excel kan praten. Dit is de naam van mijn macro en ik druk op enter. En hij eindigt met sub en sub om het einde van mijn macro aan te geven. Alles wat ik hier tussen plaats is een commentaar, ook wel toelichting. Dit is puur voor de programmeur om later te kunnen teruglezen wat een bepaald stukje code doet. Toelichting. Dit wordt genegeerd door het programma, dus Visual Basic en eigenlijk de compiler, die gaat dit stukje code niet lezen. Commentaar wordt ook wel eens gebruikt om aan te geven wat meta-informatie, bijvoorbeeld wie de ontwikkelaar is. In het volgende voorbeeld ga ik laten zien hoe we Excel kunnen laten spreken. Hiervoor ga ik een code gebruiken, application.speech.speak. En ik ga het even toelichten. Alles in Excel is een object. En we spreken het object aan applications, punt. En vervolgens ga ik een eigenschap aanroepen en dat is speech. En die speech heeft een methode, dat is speak. Vervolgens kan ik wat argumenten aangeven. Er staat bijvoorbeeld text as string. Dat betekent dat het een invoer van de tekst nodig heeft. En dat dien je altijd tussen aanhalingstekens weer te geven. Dus ik typ twee aanhalingstekens en daartussen typ ik hi. My name is Ramzi Milyat. Als het goed is, als ik dit uitvoer, wordt dat ook afgespeeld. Om het uit te voeren, doe ik mijn muisaanwijzer even voor de subroutine staan en ik klik hier bovenaan op play. Klinkt redelijk goed. Vervolgens sluit ik hem. En ik zou het nou mooi vinden als ik het ook kan koppelen aan een knop. Doe even een nieuw werkblad. En dat kan ik doen door te klikken op ontwikkelaarstabblad, invoegen en ik klik op knop. Ik heb hem even gesleept en vervolgens kan ik hier ook direct een macro toewijzen aan het object. In dit geval is dat Excel kan praten. En mijn knop, als ik met de rechter muisknop op klik, kan ik mijn tekst bewerken. Praat tegen mij. Als ik er nou op klik, zie je dat Excel tegen mij spreekt. Ik ga even terug naar mijn Excel meegeoefenbestand. En nu, als ik het zou willen koppelen, merk op dat dat niet gaat. Want ik wil mijn macro gaan toewijzen. Alleen in deze werkmap is mijn macro niet opgeslagen. Maar omdat ik al wel eerder heb gekozen voor deze werkmap in een andere video, zie je wel dat hier staat speak to me. Ik ga nu zelf de code wat uitbreiden. Maar zoals je hier ziet, zie je dat hij al wel in mijn code is. Dus vervolgens ga ik naar het ontwikkelaarstabblad en ik klik op Visual Basic. En ik ga mijn code verder aanpassen. Dit was de code die wat voorheen was.
Vervolgens ga ik het wat uitbreiden. We gaan wat VBA-code schrijven. In dit geval ga ik een variabel aanmaken. Het aanmaken van een variabel. Aanmaken van een variabel doe je in Excel met het keyword DIM. DIM staat voor Declare in Memory. Online lees je ook wel eens dimensies, maar Declare in Memory is het juiste antwoord. DIM. Vervolgens geef ik mijn variabel een naam. In dit geval bericht. En in VBA moet ik ook aangeven welke gegevenssoort het gaat opslaan. Een variabel is puur een plek waar je tijdelijk wat gegevens in kan opslaan in het geheugen van de computer. In dit geval typ ik dus DIM bericht S string. En string wil zeggen dat de computer die verwacht alleen tekst. Nu wil ik het bericht gaan laten vullen middels een vraag. Ik wil kunnen vragen aan de gebruiker. Wat wil je dat Excel zegt? In dit geval is dat middels een inputbox. En een inputbox heeft een aantal argumenten wat ik kan meegeven. In mijn inputbox wil ik nu vragen: wat wil je dat ik zeg? Een haakje sluiten. En vervolgens wordt de tekst die ik vraag aan de gebruiker opgeslagen in bericht. Als ik dit nu heb opgevraagd, wil ik ook vervolgens dat hij het bericht uitspreekt. Dus in plaats van dat de tekst Hi, my name is Remse Miljard, ga ik het vervangen met de tekst bericht. We gaan hem even testen. Ik ga weer vooraan staan en ik klik op play. Ik zie dat ik een typfout heb gemaakt. Dat hebben jullie ongetwijfeld al eerder gezien. Ik ga weer daarvoor staan en ik klik op sub. Wat wil je dat ik zeg? I am your IT trainer. Nou, zoals je ziet is dat helemaal gelukt en zo zou je Excel kunnen laten praten. Dit is een voorbeeld van wat je kan vinden in deze Excel megaoefenbestand. Zo zijn er nog wel meer oefeningen die je kan vinden in mijn online training. Mocht je interesse hebben, kijk dan vooral in de beschrijving hier beneden en laat een berichtje achter. En dan zie ik je graag in de volgende video.